Ja, en ook een Europees project dat rekening houdt met, het klinkt een beetje raar, maar het zou evident moeten zijn, maar met de wil van het volk. Hè. En dat is voor sociaaldemocraten niet altijd gemakkelijk, want ook wij zijn in dat bedje ziek. Hè. Wij denken heel vaak, wij weten wel wat goed is, en dan proberen we dat wel door te drukken. Hè. Maar finaal zal dat altijd nefast zijn. Kijk wat er gebeurt in Griekenland opnieuw. Hè. Men duwt eigenlijk een hele bevolking over een grens. Die bevolking wil dat niet. Als je morgen een referendum doet, dan zal die bevolking die besparingen wegstemmen. Toch wordt die opgelegd aan die bevolking. De democratisch verkozen parlementsleden staan met de rug tegen de muur en voeren dat toch door. En straks is er niemand in Griekenland of een heel kleine minderheid uitgezonderd en waarschijnlijk gekoppeld aan degene die het nog goed zullen hebben. Niemand meer in Griekenland die dat Europese project nog wil steunen. Dat ondermijnt gewoon je Europese project. Dus je kunt niet dingen doorvoeren tegen de wil van een hele bevolking in. Maar in een democratie werken we ook met meerderheid en minderheid. Ook dat moeten we leren accepteren. Het is toch heel bizar dat we er wel in slagen om draconische besparingsmaatregelen op te leggen zonder dat geen enkel parlement daarover gestemd heeft, behalve nu het Griekse. Maar dit Europese parlement heeft daar niet over gestemd of niks. Hè. Dat we er wel in slagen om daarom de democratie on hold te zetten. Maar bijvoorbeeld fiscale maatregelen, daar vinden we dat we dan unanimiteit voor nodig hebben, waardoor er geen enkele fiscale hervorming in de hele Europese Unie ooit mogelijk zal zijn. Het zijn toch twee maten en twee gewichten.